wat je overhand dat gewoon een beetje een cadeau, die agaman. Het is symbolisch, maar er is nog meer dat wij gaan overhandigen aan de granman. We gaan massagadu gaan tangi na de voetside. Faden samakwa of chaso tokon voor osu di de meki. Dat we gadu gaan tangi voor genade du kishitide. Wat wij vandaag gedaan hebben is de granman Osso, het nieuwe huis van de granman van de Paamakaanse gemeenschap, officieel overgedragen aan de granman. Dus we hebben overdrachtsdocument daarvoor getekend en de sleutel overhandigd, omdat na een aantal jaren werk dit huis waar we nu staan af is. Gefeliciteerd Paamaka, gefeliciteerd granman en naar Osso. En Osso naar jullie onderdeel, Peter, Papila Kaba. En dan naar DC, Newmont. Want draag over aan Osso, naar Paamaka gemeenschap, voor de granman, maar ook toe naar het ministerie voor Ros, die kassa gebouw die zie, dat de verantwoord toe voor onderhoud. Alsjeblieft, en gemeenschap. Zo, dit is een nieuw osso, en een nieuw soto. Zo, want ik dat zie, langa libi. Ik moet libi gaan, die ene osso, ja, ter de opo, ik moet ja sang. I mo libi gandi te de piki fi sefi koshi. Nyu osu, nyu libi, en langa libi. We begi gadu gi, me kia blessi en kibi fi sabwa eni osu. So. Me fiiri prisiri fo anyoso san feniti de kame staka de wan blessi na wan san san be wan lang atembika e fidea wan le speki woko da mus mandea wan le speki ma bi wan le speki tampresi. Het gebouw is door Newmont opgezet, samen met de gemeenschap en het ministerie van ROS. Het heeft ongeveer $150,000 gekost. Waarom hebben jullie dit gedaan? Omdat we als bedrijf als doel hebben, mede als doel hebben om levens te verbeteren. En vooral levens van de gemeenschappen in de gebieden waar wij werken. En dit is een project, een zichtbaar project, dat vanaf 2019 door de gemeenschap waarvoor een verzoek is gedaan. En dat hebben we vandaag opgeleverd. Da dei futside na wan genade dei di Paamaka kishi tide. Mfau dea eke tide da genade di Paamaka kishi ya. Da ala den ta gaman o shita ki Paamaka kishi wan genade. Da genade di u kishi ya. A wan bigi genade di u kishi fu Newmont. De a soli u taki a wan u gwanga fishi. We krijgen regelmatig aanvragen waar we wel willen naar kijken en indien mogelijk financieren, absoluut. Dat is onderdeel van onze community investment policy. We doen projecten op het gebied van infrastructuur, maar ook projecten op het gebied van capaciteitsversterking, scholen, schoolmeubilair, voedselpakketten, dus vooral als het gaat om het lenigen van de nood als gevolg van de overstromingen.
We have worked on the staff Sami one up Sami Abif Takian for look for she. That me can me one woman take one bus lesson taking addition to my Abif Takian for look for she. For Saube 180. And plus, let's take a far dam attack about also come a one kabaite. Because look what I know the name. And I next thing see, you see, this will be then that's fine. We do a lantern.